Vertel de match, vandaag doen we wat we moeten doen. We houden de 3 punten thuis tegen Waasland Beveren. Ja, ik denk dat het een heel belangrijke overwinning is. Zeker als je de resultaten van voor Waasland Beveren ziet. Met wat ups en downs en weten wat er gaat komen nu met twee leuke Anderlecht-Brugge. Ik denk dat het een heel belangrijke overwinning is. Ik denk dat de eerste helft wel redelijk goed was. De tweede helft iets minder, maar oké, we mogen blij zijn dat we de 2 gewonnen hebben. Eigenlijk kon de wedstrijd al vroeg beslissen met die penaltyfase en eigenlijk de rood voor de speler, maar dat is dan niet gebeurd. Ja, het is belangrijk ook om die aansluiting met die ploegen boven ons een stukje te behouden ook. Ja, oké. We zijn beter dan match per match kijken, maar dat is waar. Maar we mogen ook niet vergeten dat de ploegen achter ons heel kort stonden. En moesten hier vandaag geen 3 punten gepakt en die allemaal korter bij kunnen komen. En ik denk dat we daar nu dat kloof kunnen houden. Je speelt nu al een aantal wedstrijden met 2 grote aanvallers waar jij dan met je snelheid kunt de verdediging pijn doen. Hoe voelt dat aan? Ja, dat zijn kwaliteiten die spelers de bal kunnen vasthouden en door kunnen koppelen. En ik met mijn snelheid is dat absoluut heel mooi dat we elkaar kunnen aanvullen en aanvoelen. Dus dat is alleen maar beter voor de ploeg. Ja, je zei het net al, volgende week naar Anderlecht, dan thuis tegen Club. Ja, het zijn moeilijke wedstrijden, maar toch wel een mooie uitdaging. Hè? Ja, dat is zeker. En dat zijn wedstrijden dat je niets te verliezen hebt. Op Anderlecht gaan spelen, dat weet dat het heel moeilijk is. Maar ja, we gaan er volop voor gaan. En hier thuis tegen Brugge dan. We hebben nogal gewonnen tegen Brugge, dus er zijn mogelijkheden in die 2 wedstrijden. Ik denk een speler van mijn leeftijd moet elk naar elke wedstrijd uitkijken. Ook al is het tegen Liersen of Waasland Beveren of Club Brugge of Anderlecht. Ik denk elke wedstrijd is mooi in mijn carrière. En uiteraard is volgende week een heel mooie wedstrijd op Anderlecht. Dus ik ben overtuigd dat we Anderlecht pijn kunnen doen.